Het Algemeen Bestuur van AVRI heeft in meerderheid besloten om enkele afspraken met verenigingen die het oud papier ophalen aan te passen. Eerder heeft het bestuur al besloten dat de samenwerking wordt voortgezet. Verenigingen die op de wachtlijst staan, krijgen wanneer zij de komende jaren voor het ophalen van oud papier in aanmerking komen alleen een ophaalroute in hun eigen gemeente. Verenigingen die op dit moment al inzamelen buiten hun eigen gemeente, kunnen dat blijven doen. Verder wordt de vergoeding die verenigingen krijgen per huishouden waar ze meehelpen met het ophalen van het oud papier niet meer geïndexeerd. De reden hiervoor is dat bij onderzoek is gebleken dat de huidige vergoeding bijna dubbele van het landelijk gemiddelde bedraagt. Het ophalen van het oud papier is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In Rivierenland voert Avri die uit een opdracht van 10 gemeenten van de regio. De nieuwe afspraken gaan in per 1 januari 2017 en gelden voor een periode van 3 jaar.